Goedenavond mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Road to the Premiere. Een van de laatste afleveringen, misschien zelfs wel de laatste, want het is al de laatste week. 21 november aanstaande donderdag is de première van mijn tweede voorstelling in de Leidse Schouwburg. Je kunt er nog bij zijn, maar wie er ook sowieso bij gaan zijn, zijn een aantal BN'ers, een aantal sterren. Want het wordt natuurlijk een grootse première, daar ben ik al een hele tijd mee bezig nu om dat te organiseren. Niet iedereen zegt toe hè, van de sterren, moet ik eerlijk in zijn. Tot nu toe helemaal niemand. Maar daar gaat natuurlijk wel verandering in komen. Want het moet. Dus ja. Vandaag heb ik een ster op de uitnodigingslijst staan. Waarvan ik eigenlijk al vrij zeker weet dat die toezegt. Het is een van mijn beste vrienden in het... in de showbiz eigenlijk. Ik ken hem al jaren, ik ken hem hartstikke goed. Dus ik ga hem nu uitnodigen. En dit wordt natuurlijk... als hij er is, dan is het eigenlijk altijd wel gezellig. Hè? Dus ik ga hem nu uitnodigen. Ik ga mensen even bellen. Live is dit allemaal, dames en heren. Daar gaan we. En daar gaat hij. Ja. Hallo, met Richard. Richard Groenendijk, mag ik jou als goede vriend uitnodigen voor de première van Martijn Carol? Ja, nee, dat had ik al gehoord inderdaad. Nee, daar ben ik natuurlijk bij. Ik vind Martijn Cardol, en dat is nou niet om te slijmen, maar ik vind dat absoluut een van de meest gevarieerde en allerbeste cateraars van Nederland. Dat is, als er een feest is en zijn naam staat erbij, ik ben er gewoon bij. Ik ben dol op zijn spiesje. Zijn spiesje met geitenkaas. Nou ja, je bent gek als je niet dol bent op het spiesje van Martijn Cardol. Maar zijn bitterbal mag er ook zijn. Het maakt me niet uit wat voor voorstellingen er staan. Waar is het ook alweer? In de Leidse Schouwburg. Oh ja, de Leidse Schouwburg. Ja, dat is meestal een beetje gerommel in de marge. Maar joh, dat is geen enkel probleem als je weet dat na de voorstelling Martijn Cardol op je staat te wachten met zijn speechje. Dus ik ben erbij.